Op dat moment komt de Jori buiten. Ja? En, want die had dat van binnen gezien, wie dat ene in zijn jacuzzi zit. Dus die komt buiten en die roept... Oh, what the fuck? What the fuck, zeg jij met een jacuzzi aan het doen, man? En op dat moment, ja, spring jij daar gewoon uit. Hop, 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 lupte jij van, oh shit. En de Jori komt dan hier dan gewandeld of zo. Jij pakt de dingen en je zet er weg. Er komt een vrouw voorbij, ik loop daarachter. En als we aan het filmen zijn, zegt die vrouw, zijn spullen liggen daar onder de brug. Die weet van niks, dus die is ineens betrokken in een heel spontaan scenario. Dus mannen, hoe was dat bij Bates van tijd om die jacuzzi prank op te nemen? Goh, dat was een lang dagje, maar was wel kei plezant. En we hebben er eens pakken en overgehouden, een steekie. Ja, en dan nog een backup van tankjes erbij. Hey! Ja, kijk, overal waar ik kwam, ik ging 2 dagen na de video. S'avonds sturen mensen mij de filmpjes door via WhatsApp, via Instagram, via Facebook van Jori, Jori, Jori. En ik zeg, ja, ik las het bericht. Ik moest natuurlijk faken dat ik nooit het filmpje had gezien. Ja, schitterend toch, schitterend, schitterend. Dus onder nieuwe naam Acrolex hebben we een nieuwe toonzaal geopend. En we dachten, oké, we moeten dit nu even op de kaart zetten met onze nieuwe naam. Dus hoe gaan we dat doen? En toen kwam Concuria met de dag en dag dachten, oké, we maken een viral video. Of we gaan het toch alleszins proberen te maken met een prank video. Met 2 onbekenden, met u erbij, met een jacuzzi en we zien wel hoe het loopt. Dus de telefoons, de acteurs stonden gewoon rood gloeiend en we kregen maar berichten binnen van die mannen uit. Het was gewoon kapot lachen, we hebben ons geamuseerd.